Gian, hoe is het met jouw conditie? ik denk, wat is dit voor maar Amelietje. Ja, nee, prima hoor. Ja, prima. Vandaag een paar weken terug. Dit wordt hem? Nee. Vandaag pas. Vandaag heb ik dit besloten. Ik stuurde vanmiddag een appje naar de PDC van, kan dit nog? Last minute. Nee, ja, ik heb natuurlijk mijn eigen liedje, maar ik ben er niet helemaal van verkocht. Dus ik ben er op een beetje op zoek. Maar diegene die het liedje heeft gemaakt, die zat vandaag namens mij in het publiek. Dus ik dacht, dan vind ik dat ook wel leuk. Inderdaad, als hij een keer komt kijken, dan pak ik zijn liedje. Dus dat heb ik gedaan en hij genoot er heel erg van. Dus ik vind het prima. Dus we gaan jou ook terugzien bij een One Hour Challenge. Ik hoop. Russo, als je dit luistert, ik ben erbij. Ja. Over het darten. Ja. In ieder geval was niet super, maar het hoefde ook niet. Nee, inderdaad. Het was niet super. Ik had er meer van verwacht. Ik ben het ingooien, clichés. Ingooiruimte, alles valt en op podium is het weer niks. Nou, ingooiruimte, het ging prima. Op het podium was het minder, maar met mijn tegenstander ook. Dus het was goed genoeg vandaag. Is het misschien een beetje de druk die je van jezelf meeneemt? Vorig jaar ging het natuurlijk in een stijgende lijn heel goed. En dan wil je de bevestiging zocht je op het WK. Dat ja. Zag je ook heel erg terug. Ja. Ja. Was dat nu, ja, je zag het nu niet terug, maar is dat wel het achterliggende gedachte? Ja, misschien wel. Tuurlijk, het is het eerste toernooi van dit seizoen. Ik heb natuurlijk ruim een maand rust gehad vanaf het WK. Nou ja, zoals iedereen weet, het laatste wedstrijd van mij op het podium was niet een hele goede herinnering. Maar nou ja, dan wil je gewoon laten zien dat je het nog wel kan. Ik weet niet of dat de mensen hebben opgelet, maar ook een ander setje peilen. Dan wilde ik ook meteen kijken of dat het was, dit toernooi. Tuurlijk, het is een belangrijk toernooi voor mij, omdat het dicht bij huis is. Maar het telt niet mee voor de ranking. Dus dit zijn wel de toernooien om wat dingen te testen. En ja, zoals je al zei, het was niet geweldig vandaag, maar het was goed genoeg. En als je daarmee van de nummer 3 van de wereld wint, dan teken ik ervoor. Ben je ervan overtuigd van deze pijlen? Tot nu toe wel, ja. Ja. Ik heb wat dingetjes met mijn materiaalsponsor geregeld voor deze pijlen. En als het aan mij ligt, worden dit het wel voor dit seizoen. Dit seizoen? Morgen wacht Danny Noppert. Ja. Ik ga er vanuit een goede vriend voor jou. Zeker, ja. Hoe is dat? In eigen land tegen Danny? Ja, dat wordt wel apart, denk ik. Nee, inderdaad, ik kan heel goed met Danny overweg. Ook heel vaak op de Pro Tour gaan we samen ingooien en dat soort dingen. Vandaag ook stonden we ook samen in te gooien. Dus dat wordt wel wat morgen. En hij was vandaag subliem. Ik een stuk minder. Maar goed, morgen is een nieuwe dag. En ik hoop dat ik morgen aan het eind met de winst in de hand sta. Morgen weer een beetje conditie? Weet ik niet. Ja, ik kom morgen niet kijken. Dus we moeten even kijken. We gaan het zien. Ja, geen probleem.